Kajoe. Je wordt al een grote jongen. I'm just a kid who's four. Each day I grow some more. I like exploring, I'm Kajoe. So many things to do. Each day is something new. I'll share them with you, I'm Kajoe. My world is turning, changing each day. With mommy and daddy, I'm finding my way. Growing up is not so tough, except when I've had enough. But there's lots of fun stuff, I'm Kajoe. Verrassingsfeest. Mama, papa en opa waren aan het winkelen. Dus Kajoe en Roosje hadden een heel fijne middag bij oma thuis. Kom je met me kleuren, oma? Zometeen, Kajoe, als ik klaar ben met strijken. Waarom moet je strijken? Om dit hemd mooi en glad te krijgen. Ik heb het aan opa gegeven voor zijn verjaardag. Maar ik ben helemaal niet naar zijn verjaardagsfeest geweest. Opa wilde geen feestje, Kajoe. Kajoe kon zich een verjaardag zonder feestje niet voorstellen. Waarom niet? Opa was heel verkouden, dus had hij niet echt zin in een feestje. Ik wil hem vandaag een feestje geven. Dat vind ik een geweldig idee. Hij zal heel verrast zijn. Ik wil hoedjes en spelletjes. Ik wil ezeltje prik spelen en een verjaardagstaart. Leuk, dan hebben we wat spullen nodig. Ik heb heel veel kleuren voor de ezel nodig. Ik moet hier vast ergens nog meer krijtjes hebben. Ik kan helemaal niks zien, oma. Volgens mij is hij nog wat te groot. Oma, ik wil de ezel ergens ophangen. Ik wist dat je de perfecte plek zou vinden. Kajoe vond de versiering er mooi uitzien. Maar er ontbrak ook nog iets. We hebben ook ballonnen nodig. Ik heb nog wel wat over van jouw verjaardagsfeest. Kajoe, misschien moet je wat ouder zijn om ze op te blazen. Kajoe was teleurgesteld dat hij nog niet zelf een ballon kon opblazen. Maar toen bedacht hij iets leuks wat hij wel kon doen. Kijk eens wat ik kan met de ballon, oma. Wauw, dat is een leuke truc, Kajoe. Kun je er nog eentje? Dat is niet erg. Je moet gewoon ietsjes rustiger wrijven, zoals bij die andere ballon. Zo. Is dit wel genoeg voor alle verjaardagen van opa? Nou, daar hebben we denk ik te weinig kaarsjes voor. Zullen we anders een kaarsje voor elke gast op het feestje in de taart doen? Kajoe kon bijna niet wachten tot opa thuis kwam. Zodat hij en Roosje verrassing konden roepen, zoals oma het voor had gedaan. Verrassing! Gefeliciteerd, opa! Wat een grote verrassing is dit. Heel erg bedankt. Waarom heb je me niks verteld? Omdat Kajoe dit allemaal heeft bedacht. Kajoe's nachtmerrie. 'S Avonds laat, toen iedereen al in bed lag, had Kajoe een heel enge nachtmerrie. Mama! Papa! Wat is er, Kajoe? Ik had een nachtmerrie. Rustig maar. Waar droomde je over? Een heel eng monster zat achter mij aan. Wat kun je je door nachtmerrie soms vervelend voelen, hè? Maar het is nu goed. Het is al voorbij, toch? Gaat het al wat beter? Ja, papa. Mooi. Ik stop je weer lekker in. Welterusten, Kajoe. Welterusten, papa.
Ayu zag iets op de muur wat op een monster leek. Hij dacht dat als hij onder zijn deken kroop, het monster hem niet zou zien. Mijn dinosaurus! Caillou was bang, helemaal alleen in zijn eigen kamer. Dus hij besloot bij papa en mama te gaan liggen, in hun bed. Papa, wakker worden! Wat is er, Caillou? Gaat het? Ik wil niet in mijn kamer slapen. Ik wil hier blijven. Ach, schat. Maar als grote jongen moet je in je eigen bed slapen. Maar dat wil ik niet. We moeten allemaal slapen, Caillou. Als je niet slaapt, ben je morgen moe en chagrijnig. Mama, ik wil een glaasje water. Oké, ik ben zo terug. Caillou wou dat zijn moeder bleef en hem een verhaaltje voorlas. Dus hij ging naar de kast om een boek uit te kiezen. Hier is je water. Wil je alsjeblieft een verhaaltje aan me voorlezen, mama? Het spijt me, Caillou. Maar het is veel te laat voor verhaaltjes. Eentje maar. Toe. Het is heel erg laat. Het is tijd om te slapen. Maar ik ben nog helemaal niet moe. Oh, jawel. En ik ook. Zie je? Al je dieren slapen ook. Hè? Gilbert! Mama! Wat is er, Caillou? Gilbert heeft mijn water gemorst. Dat geeft niet. Kijk, helemaal schoon. Caillou deed echt zijn best om in slaap te komen. Maar het lukte gewoon niet. Op welke zij hij ook ging liggen, hij lag gewoon niet lekker. Hij was rusteloos. Caillou wist zeker dat hij lekkerder zou liggen in het bed van papa en mama. Caillou, wat doe jij nou hier? Ik wil hier slapen. Ik vind mijn bed niet leuk. Maar we passen niet met ons drieën in dit bed. En jouw bed is te groot genoeg voor jou. En Teddy en Gilbert die slapen nu helemaal alleen. Die zullen heel eenzaam zijn zonder jou. Dan slapen zij toch ook hier? Nee, dat kan niet, schat. Kom mee, Caillou, terug naar bedje. Wacht, ik geloof dat ik nog even naar de wc moet. Gilbert en Teddy zijn blij dat je er weer bent. Nu kunnen jullie samen weer slapen. Ik wil nog niet gaan slapen, papa. Zullen we een spelletje doen? Kijk eens naar buiten, Caillou. Wat zie je? Het is donker. Ik zie helemaal niks. Dat klopt. Alle lichten zijn uit, omdat iedereen slaapt in hun bed. Zelfs de zon die slaapt al. Weet je, toen ik klein was, heb ik ook wel eens een nachtmerrie gehad. Echt waar? Ja, maar ik heb een trucje van oma geleerd dat jou ook kan helpen. Als ik in bed lag met mijn ogen dicht, net voordat ik in slaap viel, dan dacht ik aan fijne dingen. De leukste dingen van de wereld. Zoals wat? Zoals regenbogen en springen in een grote berg blaadjes. Dat soort dingen. Wat zijn jouw lievelingsdingen? Chocoladekoekjes, mijn auto's. Klinkt hartstikke goed. Slaap lekker, Caillou. En onthoud, denk aan fijne dingen, oké? Caillou dacht aan al zijn lievelingsdingen. Aan chocoladekoekjes, zijn auto's en dan vooral aan zijn brandweerwagen. Het probleem was alleen dat hij zo hard aan ze dacht dat hij niet in slaap viel. Caillou stapte zijn bed uit om te spelen.
Wauw, wauw. Piep, piep. Oh, nee. Caillou was bang dat zijn ouders wakker werden. Dus hij probeerde het geluid te stoppen. Wat is dat voor herrie? Caillou, waarom ben je aan het spelen? Het is midden in de nacht. Caillou was nu echt heel erg moe. Maar hij wilde nog steeds niet in zijn eigen bed slapen. Lieverd, je hebt echt slaap nodig. Ga maar liggen, sluit je ogen, dan val je zo in slaap. En als ik nog zo'n nachtmerrie krijg? Laat je kussen eens zien. Waarom? Zo. Ik heb je kussen naar de mooie dromenkant gedraaid. Nu krijg je zeker mooie dromen. Want Gilbert slaapt al. En Teddy slaapt ook al. En Dinosaurus slaapt. En Caillou slaapt. Goedenacht, Caillou. Droom zacht. Caillou computert. Caillou had geen idee wat papa had meegenomen in die grote doos. Hij vroeg zich af of er misschien iets speciaals voor hem in zou zitten. Wat zit er in die doos, papa? Dat is een verrassing. Hey, krijg ik geen knuffel meer? Is het speelgoed? Niet echt. Misschien is het een groot dinosaurus-ei. Nee, dat kan toch helemaal niet? Papi doet een beetje gek. Laten we in de speelkamer gaan kijken wat erin zit. Caillou was heel nieuwsgierig om te zien wat er in de doos zat. Wat is het? Het is een computer. Computer? Wat een teleurstelling. Caillou hoopte dat papa een verrassing voor hem alleen had. Ik zal je laten zien hoe die werkt, Caillou. Ik sluit hem eerst even aan. Ik heb voor jou een tekenprogramma gekocht. Gilbert! Kijk die kat in de doos. Caillou, kijk! Er zat toch een dinosaurus in de doos. Zie je? Je tekent eerst op de computer en dan print je de tekening uit. Heb ik mijn krijtjes nodig? Nee, kijk. Je tekent met dit ding. Het heet een muis. Een muis? Moet je kijken, Gilbert. Piep, piep, piep. Caillou vond het leuk om op de computer te tekenen. Maar het was nog best lastig om dat met een muis te doen. Gilbert wil de muis hebben. Piep, piep. Zal ik deze uitprinten? Dan kan je de rest zelf inkleuren. Dan spelen we straks weer verder. Caillou wilde liever nu verder spelen op de computer. Maar hij bedacht ook dat het inkleuren met krijtjes makkelijker zou zijn. Gilbert, ga er eens heel snel vanaf. Schatje, waar zijn de luiers van Roosje? Caillou wilde nog een dinosaurus uitprinten om die ook in te kleuren. Hij zag dat mama een knopje indrukte, dus probeerde hij dat ook. Oh-oh! Caillou, wat is er gebeurd? Ik wilde nog een dinosaurus tekening. Ik heb de computer stuk gemaakt, mama. Nee, hij is niet stuk. Kijk. Maar van nu af aan moet je op papa of mama wachten om met de computer te spelen, oké? Caillou was opgelucht dat hij de computer niet stuk had gemaakt. En hij kwam er snel achter dat spelen in de computerdoos eigenlijk net zo leuk was als spelen met de computer zelf. Daar is de kattenberg! Nou, dat was niet echt een zachte landing, hè? Kom mee, jongens. Het eten is klaar. Welterusten, mama. Mag ik morgen met jou op de computer spelen? Tuurlijk mag dat, lieverd. Gilbert is een beetje bang voor de muis, mama. Dat komt omdat hij een bange kat is. Caillou's grote ontdekking. Grote dinosaurus! Wow. Ik ben ook een grote dinosaurus. Caillou en Leo speelden in de achtertuin en deden dinosaurussen na. Ik ben zo groot als een berg. Ik ook. Leo, kijk, een dinosaurus jungle.
Caillou, niet door mijn bloemen lopen, hè? Caillou wist dat hij niet door mama's tuin mocht lopen. Maar als hij met Leo speelde, dacht hij daar soms niet meer aan. Laten we zoeken naar een dinosaurusberg om te beklimmen. We kunnen stenen opstapelen. Ja, en dan klimmen we erop. Hier liggen wat stenen. Dinosaurussen hebben heel veel stenen nodig. We kunnen ze stapelen in de zandbak. Caillou en Leo waren nog niet tevreden. Ze wilden een grotere stapel hebben om te beklimmen. We moeten grotere stenen hebben. Dat is een hele grote steen. Help me, Leo. Jongens, kijken jullie een beetje uit van mijn tomatenplanten? Straks gaan ze kapot. Papi, help! We willen deze voor onze dinosaurusberg. Een dinosaurusberg, hè? Dat is wel een grote steen, Caillou. Hij zit vast! Nou, omdat hij toch in de weg ligt en iemand erover kan struikelen, kunnen we maar beter wegdoen. Oké, Leo, jij gaat daar. En Caillou, jij duwt hier. En dan trek ik hem omhoog. Klaar? Hij is eruit! Ja, het is gelukt! Hey, zo te zien hebben wij iets heel bijzonders opgegraven, zeg. Een bijzondere steen? Ja, kijk, dat is een visfossiel. Wat is een visfossiel? Nou, heel erg lang geleden zat er een vis vast in de modder. Na een lange tijd werd die modder een steen. Hoe kwam die vis daarin vast te zitten dan? Misschien viel de modder wel op hem. Was dit een echte vis? Knap werk hoor. Fossielen zijn heel moeilijk te vinden. Mag ik het mee naar huis nemen? Nee, het is mijn steen. Maar ik heb hem gevonden. Niet dus, ik heb hem gevonden. Caillou en Leo maakten ruzie, want ze wilden allebei met de speciale steen spelen. Maar dat zou alleen maar op één manier kunnen. Jullie zullen om de beurt met de steen moeten spelen, oké? Oké. Laten we hem naar de zandbak brengen, Leo. Wij hebben nu echt heel veel stenen, hè? Ik ga de dinosaurusberg beklimmen. Ik ga als eerste klimmen. Huh? Wat was dat? Een grote dinosaurus die onze berg gaat beklimmen. Het regent. Je kan ook spelen in de regen. Dat vinden dino's vast leuk. Kom, we brengen de stenen naar binnen toe. Zo, nu kunnen we dinosaurusje gaan spelen. Maar we hebben de speciale steen niet. Maar die is te groot om te dragen, Leo. Jongens, waarom nemen jullie stenen mee naar binnen? Het is een rommel. Caillou en Leo wisten dat ze iets verkeerd hadden gedaan. Maar ze wilden alleen maar doorgaan met dinosaurusje spelen. Maar het regent, dus we kunnen niet buiten spelen. Ja, maar je kan de stenen ook niet naar binnen brengen. Hebben Caillou en Leo al verteld over de bijzondere steen? Nee, maar zo te zien hebben ze er wel een paar gevonden en allemaal mee naar binnen genomen. We hebben een visfossiel gevonden, maar het is te groot om te dragen. Ik heb een idee. Laten we de stenen buiten leggen, zodat de regen ze weer schoonspoelt. Dan neem ik jou en Leo mee naar de bibliotheek om een boek te zoeken over fossielen. Caillou en Leo hadden zin om naar de bibliotheek toe te gaan. Ze waren nog nooit samen naar de bibliotheek geweest. Ik ga een boek over fossielen zoeken. Ik ga een boek over dinosaurussen zoeken. Zoek anders allebei een boek over dinosaurusfossielen. Dinosaurusfossielen? Ik vind hem het eerste. Caillou en Leo keken goed in het rond. Maar ze konden het boek dat ze zochten niet vinden. Zoeken jullie soms naar een speciaal soort boek? Dinosaurusfossielen. We hebben veel boeken over dinosaurussen. Ik laat ze wel even zien.
Caillou en Leo vonden het fijn om boeken over dinosaurussen te bekijken. Deze dinosaurus is zo groot als een boom. Deze is eng, zeg. Leo, kijk. Wauw, een dinosaurusfossiel. Best wel gaaf, hè? Het is een model van een dinosaurusfossiel. Wij hebben ook een fossiel gevonden. Klopt, een vis die vast zat in de modder. Echt waar? Willen jullie hem misschien een keer meenemen? Dan zetten we hem hier naast dit dinosaurusfossiel en kunnen we hem laten zien. Ja! Wat een goed idee. Zullen we dat morgen doen? Ja! Caillou en Leo waren heel blij dat hun visfossiel in de bibliotheek zou komen. Zodat heel veel andere kinderen het ook konden zien. Iedereen gaat onze speciale steen zien. Laten we hem schoonmaken, zodat hij glimt. Zo. Misschien vinden we nog wel een fossiel. Een dinosaurusfossiel. Rar, 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 rar.